Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven, kleur, kleding, lifestyle en vooral veel kringlopen. En daar ga ik weer over vertellen, maar nu in de sfeer van kerst. Ik zat te denken van ja, er komt geen visite bij ons met de kerstdagen, want ja, dat kan niet. En mijn zoon die werkt op de intensive care, dus die is aan het werk die dag. Dus die kan sowieso niet komen, maar gezien deze periode is dat ook niet zo heel slim dat hij komt. En mijn dochter die kiest ervoor, en daar ben ik het mee eens over, om niet te komen. Om het risico in ieder geval niet te nemen. Vooral voor mij natuurlijk, omdat ik astma heb. Dus ik ga laten zien hoe we het dan toch nog leuk gaan maken. Want ja, dit zit ik alleen met pensionado en dat is op zich prima hoor. Dat is gezellig en dat komt goed. Maar ja, dan zitten we met z'n tweeën aan de gourmetten. Dus ik denk, nou ja, ik moet eigenlijk zorgen dat ik er toch leuk uitzie. Want anders dan zou ik al die dagen vanaf nu, dat we gewoon allemaal thuis zitten weer, zou ik al die dagen in een soort van joggingpak rondlopen. Dat is natuurlijk voor hem ook niet leuk. En ja, je moet er zelf wat van maken. Dus dat wil ik eigenlijk laten zien. En het zijn allemaal, kleding is alles van de kringloop. Dus jullie zullen sommige dingen al wel gezien hebben en andere niet. En dan laat ik dus zien wat ik... Waar ik het mee doe. Ik heb gekozen om twee rokken te gebruiken. Dit is één rok. En die is van Vera Mont. Is deze. Een 42, ja dat klopt ook. En die heb ik denk ik 3 jaar terug ongeveer gekocht. 2,5 jaar terug. 2,5 jaar terug heb ik die gekocht in een tweedehands winkel. Ik weet ook niet meer precies voor hoeveel dat het was. 30, 35. Zoiets denk ik. En ik heb de tweede rok die ik gekozen heb om dat mee te doen, is deze rok. Dit is ook een lange en dit is ook een lange plissé rok. En deze is van, hij is losgeraakt, ik moet hem even vastzetten. Even kijken, hij is van Sportmax. Ja, op zijn kop. Hoe kan dat nou? Nou, in ieder geval, ik heb hem verkeerd vast. Hij is van Sportmax en die heb ik gekocht bij de Next Closet, dus dat is ook een tweedehands rok. En die was wel duurder, dat weet ik wel. Ik weet ook niet meer precies hoe duur. Want die heb ik ook een jaar of 2 of 3 jaar hebben die ongeveer. En daarbij heb ik 2 jasjes. 1 jasje van St. John. En dat is een maat 12. En dat is een wollen jasje en die heb ik gekocht bij de Red Cross Shop. Voor een tientje, dat heb ik nog goed onthouden, want hij kostte eigenlijk 15 euro. En ik denk, ja, ik heb jasjes genoeg. En toen zei die vrouw in de winkel, nou, voor een tientje, of wat zou ik er voor over hebben? Ik zei, nou, een tientje. Nou, ze zei, dat is goed. Dus per ongeluk had ik afgedongen, dat doe ik nooit, hè. Dus die heb ik daarvoor gebruikt. En ik heb er nog een jasje voor gebruikt. En ik denk dat jullie dat nog niet kennen. Dit is een jasje van Witteveen. En het is een maat 44. En ik vond hem zo leuk omdat hij al die kleurtjes heeft. En hier heb ik €2,50 voor betaald. Bij Goedkoop en zo. Ik heb een blouseje gebruikt. En een rood blouseje van Bonita. En ik weet niet meer waar ik het gekocht heb. Maar dat was toen ik textieltherapie nodig had. Dus dat ben ik allemaal kwijt. Maar het was in ieder geval ook niet veel geld. Dat weet ik wel. Ik heb nog een lange blouse. Ik weet niet van welk merk, want alles is eruit gehaald. De hele dunne katoen of een viscose, in ieder geval natuurmateriaal. Hier heb ik €2 voor betaald. En ik heb een zijdebloesje van Hennes Collection. Dus van Hennes en Maurits. Dat is al heel lang geleden. Een maat M. En het is echt al, het is een hele grote. En daar heb ik €3 voor betaald. En ik heb gebruikt een vest, een zelfgebreid vest zo te zien, wol. En dat heb ik gekocht bij de Emmaus. €3,50, misschien €4, maar nou houdt het ook echt wel op. En dit blouseje, en dit komt ook van Vindingrijk geloof ik dat deze komt. En die heb ik ook al een hele tijd en die heb ik daarvoor gebruikt. En nu gaan jullie zien wat ik daar dan mee doe, welke combinatie ik daarmee gemaakt heb, zodat ik er toch nog een beetje leuk bij zit met de feestdagen. En ik laat jullie zien hoe ik het huis heb ingericht in kerstsfeer. Dus zo zien jullie dat allemaal zo door elkaar.
En waarschijnlijk ook nog de foto van Fieke en de foto van Herma, die alle twee een prijs hadden gewonnen met hun kerstverhaal. En dan zien jullie hoe zij het gestyled hebben. Nou, ik hoop dat dit toch een heel leuk filmpje wordt, ondanks dat het natuurlijk hele gekke dagen zijn. Ik wens jullie hele prettige, gezellige dagen. Ook al is het maar met z'n tweeën, het is dan gewoon niet anders. Lekker gourmetten zou ik zeggen, wij doen dat in ieder geval. En dan zie ik jullie, na de kerst zie ik jullie weer terug met een nieuw verhaal. Oké, tot volgende keer. Dag!